Welkom bij het tweede online politiek café van Evacua. Vanuit altijd zonnig Amsterdam. Ja, dat kun je niet zien in de studio, maar neem maar van mij aan dat het zo is. Fijn dat jullie er zijn. We gaan even een minuutje of twee, of één of twee mensen de kans geven om binnen te komen. Daarna gaan we rustig beginnen. En zal ik uitleggen waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, zullen jullie dat waarschijnlijk wel weten, want je hebt je niet voor niets aangemeld. Meer om even een paar minuutjes te nemen. We zijn al met z'n 23e en we zien, wacht nog even of daar nog één of twee mensen bij komen. En dan gaan we beginnen. Fijn dat je... Ja, pauzemuziekje. Pauzemuziekje, ja, dat zou mooi zijn. Misschien als even de tafel voorstellen, Aron. Fijn dat jij er bent. Ja, dankjewel. Marieke Koekoek, onze hoofdgast, zou ik eigenlijk willen zeggen. Tweede Kamerlid van Volt. Super dat je er bent. Ja, dankjewel. Gaan we je moeilijk, is het moeilijk om het over legionella te gaan hebben en energiebesparing? Of is dat wel iets waar je wat bij voor kan stellen? Het is wel iets wat ik voor kan stellen. Maar ik merk wel toen we de uitnodiging binnenkregen, ja, dat ik even zoiets had van, oh ja, maar wat is nou precies, zeg maar, waar past hier in het grotere plaatje? Maar ja, eigenlijk is het logisch. Dat is alleen net even zien. Ja. Nou vat je onze worsteling van de afgelopen 2 jaar precies goed samen. Ja, ja. Want dit is precies wat zo moeilijk is. We zijn natuurlijk een hele gespecialiseerde groep, zou je kunnen zeggen, van bedrijven die eraan werken. Maar hoe plaatsen we dat nou in het grote verhaal van Nederland? Nou, gaan we de komende 5 kwartier ons best voor doen. En ik stel voor dat we maar een beginnetje gaan maken. We gaan het vanochtend hebben over energiebesparing. Energiebesparing kan natuurlijk op heel veel manieren. En de manier waar wij vandaag aandacht aan besteden is energiebesparing door het warm tapwater in huis. Dus het warme water wat uit de kraan komt, om dat minder warm te maken. Want als je dat minder warm maakt, dan komen er ook allerlei andere technieken in beeld om water warm te maken. En dat zijn technieken die minder energie gebruiken. En dus als je het water minder warm maakt, dan gaat er minder energie verloren in het hele warmwatersysteem in je huis of in complexen. En dat is interessant. Nou, was energiebesparing natuurlijk wel interessant vanwege de klimaatverandering. Hè, maar en steeds duidelijker wordt dat dat echt heel belangrijk is. Maar we hebben natuurlijk het laatste jaar daar een hele nieuwe, of laatste maanden, een heel nieuw urgente reden is daar natuurlijk aan toegevoegd. Zoals jullie allemaal weten, de oorlog in de Oekraïne. Dus we willen om een extra reden hebben we ook meer behoefte om energie te gaan besparen. Nou, dat energie besparen door warm tapwater anders te gaan verwarmen, minder te verwarmen, met nieuwe toestellen te gaan verwarmen, dat levert ook een probleem op. Want dat opwarmen van dat water tot 60 graden, 55 graden, zoals we dat gewend zijn de afgelopen jaren, dat doen we niet voor niks. Dat doen we om ziekteverwekkende micro-organismen dood te maken. Als je dat water opwarmt, dan deactiveer je ze of maak je ze dood. En dan worden we niet ziek, want als legionella in warm water zit en het vernevelt, je ademt het in, dan kun je legionellose krijgen en dan kun je ziek van worden en dood aan gaan. Dat is waarom we dat op dit moment doen. En we gaan toch vandaag bekijken, vanwege het belang van de energiebesparing, of dat anders kan. Nou, daar hebben we een aantal gasten voor uitgenodigd die elk vanuit hun eigen expertise hier iets over gaan vertellen. Ik geef straks als eerst woord aan Marieke. Marieke Koekoek, ik ga jou vragen om vanuit de politiek, hoe kijk jij als politica tegen dit onderwerp aan? Dan geef ik het woord aan Karel Fonteijnen van Sportbedrijf Rotterdam. Karel, het Sportbedrijf Rotterdam beheert sportlocaties, sportfaciliteiten in Rotterdam. Niet alleen zwembaden, ook allerlei droge sporten. Maar vandaag uiteraard, Karel, hebben we je gevraagd om vanuit de zwembaden, de natte zwembaden te vertellen. Want het is duidelijk, daar is warm water nodig en daar is veiligheid, waterveiligheid van belang. Dan geef ik daarna de vloer aan Erwin Vroeg van namens de Nederlandse verwarmingsindustrie. En dan hebben we eigenlijk blokje 1 gehad. Dan hebben we hopelijk het probleem geschetst. Nou, dan is er ruimte voor discussie. Discussie tussen de sprekers hier aan tafel en de sprekers thuis. Maar ook met jullie. Dus de chat staat open. Dat is ook de reden dat ik dit wat onpersoonlijke scherm naast me heb staan. Om de chat te kunnen volgen. Dus ik zal tijdens de presentaties kijken wat jullie allemaal hier
kwijt willen, dan leg ik dat voor aan wie dan ook. Dan gaan we door naar het tweede blokje. Dat gaat over de noodzakelijke voorwaarden. Hoe kunnen we die stappen nou maken? Nou, daar hebben we Frank Oesterholt van KWR Water Research uit Nieuwegein voor uitgenodigd. KWR heeft de afgelopen 2 jaar, daar al heel lang, maar ook de afgelopen 2 jaar heel hard aan gewerkt. En dan het woord aan jou, Aron, ja. Namens de expertgroep Legionella van ons, van Envaqua. En dan, Marieke, krijg jij weer de gelegenheid voor de wrap-up. Hoe heb je dit allemaal beluisterd en heb je nog vragen aan ons of allemaal of opmerkingen? Dan ook is er weer ruimte voor vragen uit de chat. Dus laat niet na om ons te verrassen met bijzondere vragen. En dan denken jullie misschien, hoe gaan we dan verder? Nou, deze opname van vandaag, die wordt gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Envaqua. We zullen daar verschillende sociale media gewag van maken. Maar ook hebben we Atta in deze call. Atta de tolk. En Atta vat dit geheel samen in vorm van een gedicht. Nou, dat is, hij heeft misschien nog wel de moeilijkste taak van ons allemaal vanochtend om hier weer soep van te maken. En als Atta klaar is, dan is de uitzending ook afgelopen. Zo, ik heb genoeg gepraat. Marieke, zou jij in een minuut of 5 willen vertellen hoe jij tegen dit onderwerp aankijkt? Ja, dat is goed. Ja, we hadden het net heel even ook aan het begin er al over, hè, van het is een beetje een niche onderwerp, waar je niet zo heel vaak als leek over nadenkt. Nou, dan weten we dat meteen. Ik ben wel een leek. Politiek is een expertise wellicht, maar niet per se op dit technisch onderwerp. Ja. Dus toen ik ook de uitnodiging voor dit binnenkreeg, dacht ik ook even van, oké, maar het klinkt heel zinnig, maar wat moet ik ermee? In de zin van, wat kan ik ermee? En je zei het natuurlijk net al heel, heel goed in de introductie. Als je kijkt naar de grotere politieke debatten van nu, en ook wat je terugleest in de kranten, maar ook zeker in de Kamer, is het de grote vraag tussen het spanningsveld. Aan de ene kant willen we van gas af. En aan de andere kant willen we voorkomen dat mensen daar arm van worden, simpel gezegd. En we willen die groene transitie om de klimaatcrisis te bestrijden. En in dat enorme spanningsveld zie je ook in de Kamer dat we heel erg aan het zoeken zijn. Ik zal het geen paniekvoetbal noemen, maar wel echt heel erg aan het zoeken zijn naar hoe doe je dat dan? En het grote bezwaar natuurlijk op het moment dat je naar nieuwe dingen gaat zoeken, en daarom vind ik vandaag ook zo interessant, is als het nieuw is, weet je nog niet of het werkt. En dat vind ik aan vandaag ook interessant, omdat het heel erg gaat over dat spanningsveld. Innovatie, die is er. De wil eigenlijk is er ook, want we willen ook dat mensen overschakelen naar warmtepompen, naar andere vormen dan boilers. Ja. En dan is de vraag van, hoe maak je dat interessant? Nou, dat kan je interessant maken door het als overheid te gaan stimuleren. Maar als je niet aan mensen kan uitleggen dat je er simpel gezegd op vooruit gaat, dan wordt het ook veel moeilijker. Dan wordt die prikkel ook kleiner. En dan komt dus het grote van, durf je dat risico dan te nemen? Als je weet hoe erg legionelle is. Kijk, voor leek, en dat ga ik nog hard benadrukken, dat ben ik wel in dit opzicht. Ik moet dan meteen denken aan het zwembad. Ik ben afgelopen zaterdag nog geweest met mijn 2 jonge kinderen. Ja. En ik zou er ook niet super vrolijk van worden als ik weet van, we zijn aan het experimenteren. Want experimenteren betekent dat het ook eens fout gaat. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we juist dit soort, laten we zeggen, niche onderwerpen wat meer naar boven trekken. Omdat het hier ook wel gebeurt. Ja, hier zoeken we ook echt naar van, dat hele grote spanningsveld kan opgelost worden. Dus nou, ik ben sowieso heel erg benieuwd naar wat iedereen vandaag te vertellen heeft. En ook welke vragen er leven. Maar ik denk vooral dat ik het heel erg, dat ik nog even mee wil geven, dat ik heel erg waardeer dat we juist dit soort dingen ook bespreken. En ook met je aandacht geven. Waarbij ik hoop dat het ook heel erg gaat leven. Ja. Ook weer in de Kamer. Want eigenlijk zijn er dus best wel oplossingen voor handen. We moeten alleen soms even durven. Ja, nou, prachtige intro. En ik sluit me eigenlijk aan bij alles wat je zegt. En ik vind het ook mooi zoals je het zegt. Er zijn inderdaad mogelijkheden om dingen anders te doen. Maar we willen de waterveiligheid staat bij iedereen op nummer 1, 2 en 3. Hè? Dus daar zijn we het ook allemaal over eens, gelukkig. Dus nee, super intro. Dankjewel. En we gaan ons best doen om je de bouwstenen aan te reiken waarmee jij ook vanuit het politieke vak waarmee je aan de slag kunt. Dus laten we over een half uurtje kijken of dat gelukt is. Karel, mag ik jou, Karel Fontijnen, Sportbedrijf Rotterdam, mag ik jou 5 minuutjes de vloer geven om jouw visie op energiebesparing en waterveiligheid, om die aan ons, met ons te delen. Dankjewel Ignas en welkom iedereen en in het bijzonder Marieke. Nou, dat spanningsveld wat Marieke net aanhaalde ten aanzien van die veiligheid in zwembaden, nou, dat delen we uiteraard met z'n allen. En gelukkig hebben wij in Nederland een goed stelsel voor de regels waar we ons aan te houden hebben.
de waterveiligheid in zwembaden en prioritaire voorzieningen, zoals dat heet. Die maakt ook dat wij op een goede manier daarmee om moeten blijven gaan. En dat het spanningsveld in de fases waar we naar zoeken naar energiebesparing en optimalisering vooral daarvan, deel van uit blijven maken. Nou, in Rotterdam, wij hebben een kleine 10 zwembaden, 2 buitenbaden en de rest zijn binnenbaden. En daarnaast zijn 200 andere sportlocaties, waar ook heel veel gedoucht wordt. En daar zijn wij constant mee bezig vanuit de opdracht die wij vanuit de gemeente Rotterdam hebben gekregen. Ervoor te zorgen dat alles schoon, heel en veilig blijft. En vooral dat laatste, die veiligheid voor de bezoeker, is een groot goed. En ja, energiebesparing is een mooi ding. We zitten natuurlijk allemaal tegen die verschrikkelijke energiescenario's aan te kijken, die stijgende prijzen. Ook wij als sportbedrijf lopen daar tegenaan. En we hebben gelukkig een contract wat nog wat maanden doorloopt met een leverancier. Maar dan zullen wij toch ook een verhoging gaan zien, waardoor de kosten omhoog gaan. Ja, energiebesparing ten aanzien van die legionella. Ik hoorde net al temperaturen naar beneden brengen. Nou, dat is mooi als je daarover nadenkt, maar dan moet je altijd die achterhoofd meenemen van voldoe ik dan nog aan de veiligheid die we zo hoog in het vaandel hebben staan. Andere kant is, en daar is een vorig politiek café al over gesproken, is de waterbesparing. Nou, waterbesparing zit er twee kanten aan. Eén is de maatschappelijke kant. Je wil water niet verkwisten. Goed gemaakt water in Nederland, wat we aanbieden, drinkwater, zomaar weggooien. En dat doen we heel veel met legionella beheer, want we gaan spoelen. Veel spoelen om die leiding in beweging te houden, dat water in beweging te houden in die leidingen en ervoor te zorgen dat die bacteriën zich niet goed kunnen nestelen. Waardoor we onder die kiemeenheden blijven die daar voor gesteld zijn. Dat is mooi om dat te doen, maar ook gelijk zonde. Want je gooit en water weg en een hoop energie. Nou, in Rotterdam hebben we daar eerst aangepakt de hoeveelheid water te gaan beperken. Want veel reguliere systemen die werken met spoelingen of desinfectie. Dan gaan alle douches tegelijkertijd open en loopt er gelijk heel veel water, dus heel veel vermogen, de vuilnisbak in, weg. Nou, wij hebben daarvoor een systeem gekozen waar we nu de invoer van plaats laten vinden, die per douchekop spoelt en per douchekop meet of de desinfectietemperatuur bereikt is. En als die bereikt is, schakelt die over naar de volgende douchekop die gaat spoelen. Dus dan krijgen we een gelijkmatigheid in de desinfectie. En een veel minder zware belasting van mijn voorraden warm water, heet water die daar staan. En dus een waterbesparing en ook op energie ga ik besparen. Neem niet weg dat we natuurlijk altijd in onze RABP instellen hoeveel er gespoeld moet worden en wanneer. En ook de testuitslaten laten voeren die daarvoor nodig zijn. Nou, dat maakt dat we dat stuk goed in de hand hebben. Daarnaast zijn we druk op zoek naar andere technieken om dat water op te warmen. Nou, warmtepompjes, ja, dat pompen moet ik zeggen, die geven een beperking met de huidige koude middelen. Dat we tot een graad of 58 met een redelijke COP nog wat kunnen bereiken. Maar de markt zit niet stil en is nu met andere koude middelen bezig om dat beter te krijgen, die COP-waarde, en dat we naar 60 plus zouden kunnen gaan. En dat maakt dat we daar gewoon goed kunnen blijven desinfecteren op termijn, mits die dingen er gaan komen. Ik had het er net al eventjes over, we hebben zwembaden en droge sportlocaties. Nou, die droge sportlocaties, dat zijn 99% allemaal non-prioritaire voorzieningen. Maar ook daar hebben wij vanuit onze gemeente Rotterdam een KPI gekregen, dat wij ervoor moeten zorgen dat die locaties altijd veilig zijn. En dat we als een goed huisvader omgaan met die installaties. Wat ook ingegeven is door de drinkwaterwet. Dus ook daar hebben wij netjes risicoanalyses opgemaakt en beheersplannen opgesteld om daar legionella in de hand te houden. En net zoals op de zwembaden zoeken we daar naar systemen om het op een slimme manier, op een eenvoudige manier, de energie te kunnen opwekken en ook
te kunnen besparen. Daar denken we aan koppelingen met PV-systemen, elektrische boilers, naverwarmers, om dat voor elkaar te krijgen. Dus zo min mogelijk fossiele brandstof daarvoor aan te wenden. Ja, dan, ik weet niet of Marieke daar wat toelichting, wat vragen over heeft aan mij. Nou, ik heb nog, dus en wat is jouw visie, Karel? Ja, ik ben helemaal, Marieke, jij? Nee, jij? Ik vraag aan jou. Wat ik wel interessant vond, wat u net aangaf, van ja, dan moeten die dingen er wel zijn. En daar ligt voor mij altijd de kernvraag van, hè, wat zijn dan de knelpunten? Van, moeten er dan eerst regels komen om iets te stimuleren? Of is het beter om juist geen regels te hebben, zodat die markt die zich kan ontwikkelen en er dus daarmee de juiste spullen komen? Ja, dat is meer een vraag voor de verwarmingsindustrie zelf, hè, denk ik dan. Maar vanuit een sportbedrijf zoals wij zijn, wij zien mogelijkheden om zelf er ook wat in te kunnen betekenen. Niet alleen maar afwachten tot de markt ergens mee aankomt, maar vanuit de technische achtergrond die we hebben en de betrokkenheid naar onze gebruikers toe, altijd er actief in blijven meedenken en zoeken naar oplossingen. En die hebben we ook gevonden, hè, wat ik net al aanhaalde, dat systeem om wat minder douchewater te gebruiken. Daar werken wij met een systeem van Aqua Systems. Ja, dat is op dit moment voor ons top of the bill, waar we heel veel besparing mee bereiken. En nauwelijks een hogere kostprijs mee introduceren voor zeker een beperking op het beheer en ook aan die waterkant. Dus dat werkt bijzonder goed. Ja. Super, dank je, Karel. Dank je voor je introductie. Hè. Het is duidelijk dat jij / jullie als zwembadbeheerder bezig zijn met dit onderwerp energiebesparing. Ontzettend belangrijk is dat veiligheid op dit moment, hè, met dat spoelen met heet water om te desinfecteren, dat jullie ook erg openstaan voor alternatieven. En wat wet en regelgeving betreft, in ieder geval, hè, wat zich nu lijkt aan te dienen, is die soort harde verplichting om het water maar tot 60 graden te verwarmen vanwege de veiligheid. Nou, dat is wel iets, die regel, dat zouden wij eigenlijk zonde vinden. Hè, eigenlijk zouden we, want dan hak je het af, dan hebben we maximale veiligheid, maar dan verliezen we dat energiebesparing uit het oog. Hè. Dus daar zit wel, vanuit ons in ieder geval, en allicht, ik hoop dat ik mede namens Karel spreek, hè, maar zit daar wel iets waar we om zouden willen vragen. We gaan door naar de verwarmingsindustrie. Karel, jij kondigde dat al even aan. Erwin, zou jij je camera willen aanzetten? Erwin vroeg, jij vertegenwoordigt de Nederlandse verwarmingsindustrie, samen met Walid Atmar. Hoi, kunnen we je horen? Ik hoor je nog niet, Stadje. Nu wel dan, als het goed is. Helemaal goed. Ja, perfect. Ja. Wil jij 5 minuutjes jullie visie geven op dit onderwerp? Ja, ik wil ons eens even introduceren. Wij zijn van de Nederlandse verwarmingsindustrie. Wij produceren warmwaterapparatuur, cv-ketels. Wij doen de distributie van de warmte. We zorgen voor de rookgassen. En de producten die wij produceren, die vinden toepassing in waar we het nu over hebben met elkaar. Woonhuizen, utiliteiten, de zwembaden, noem maar op. Het onderwerp wat we hier vandaag behandelen, energiebesparing en water, nou, dat is iets wat we eigenlijk binnen de NVI al decennia lang doen. Vrijwillig en dan wel verplicht. We hebben onze eigen energielabels op verwarming, tapwater. En daar is natuurlijk de laatste tijd is daar eco-design bijgekomen vanuit de Europese Unie om te zorgen dat de toestellen die wij produceren met de labels zo zuinig mogelijk kunnen gaan worden. De spanningsveld waarin wij zitten is natuurlijk ook wat Karel net ook al wel aangaf, is met warmtepompen, temperatuur en rendement, COP's, zoals ze dat noemen met elkaar. Dat is eentje waar wij als industrie wel in ontwikkelen en aan toebegeven zijn. Recent is er door KWR een rapport gepubliceerd samen met Berenschot. Met recht naar een doeltreffende legionellenpreventie, waarin onder andere werd gesteld van
we moeten de temperatuur wel verhogen om legionella veilig te zijn. Dat is iets wat we eigenlijk niet zo goed, zeker voor huishoudelijke installaties, niet zo goed kunnen plaatsen. Want wij eigenlijk denken wij dat wij al die jaren die we nu produceren veilige installaties hebben, veilige toestellen en dus ook installaties mee hebben gemaakt. En wij streven er ook voor, zeker voor huishoudelijke installaties, om de installatie zo eenvoudig mogelijk te houden. En we willen daar ook met Legionella over hebben, met elkaar van, hey, moet het Legionella veilig zijn? Of zou het Legionella vrij moeten zijn, blijf wat we hebben? Op dit moment is natuurlijk de regeling Legionella voor toepassing op prioritaire installaties. En wij zouden dus ook eigenlijk nog meer streven naar van, hey, dat Legionella veilig en dat Legionella vrij, om daar een duidelijke onderscheid in te maken met prioritaire installaties, complexe installaties en eventueel nog individuele woonhuisinstallaties die eigenlijk vrij eenvoudig zijn qua opbouw in Nederlands huishouden. En dus daar ook niet zo heel complex zijn. De ontwikkelingen die wij doen op dit moment zijn natuurlijk de warmtepompen, maar ook warmteterugwinning. Wij vinden het zonde dat warm water weggespoeld wordt in het putje, om dat te voorkomen. En daarnaast zijn we ook bezig met natuurlijk met de hybride cv-ketel met warmtepompencombinaties. En waar we ook naar kijken zijn de alternatieve energiebronnen. Waarin je dus in een aantal gevallen gewoon de huidige temperatuur kunt blijven produceren zonder dat dat heel veel rendement kost. Wat wij wel belangrijk vinden is dat alles wat we toevoegen aan installaties en daarmee eventueel complexer maken, vinden wij het wel belangrijk dat de installaties overzichtelijk en duidelijk blijven. De totale kosten voor een gebruiker moeten niet omhoog gaan. En de complexiteit die je toe gaat voegen, die moet wel proportioneel zijn ten aanzien van de maatregelen en wat je eventueel zou kunnen besparen. Dus ja, wij vinden van innovatie op productontwikkeling belangrijk. En daarbij na blijven denken van Legionella, veiligheid en energiebesparing. Dat was een beetje wat ik over de bühne wilde brengen. Super. Nou, dat is gelukt, Erwin, dankjewel. Ja? Ja, ik heb misschien even ook voor de niet-verwarmingstechneuten onder ons, de COP, dat is gewoon rendement. Dus dat betekent hoe efficiënt is het om water of iets anders tot een bepaalde temperatuur te verhogen? Ja, dat mag je zo uitleggen. Okay, dat is een andere uitdrukking ervoor. Ja. En die voornamelijk bij warmtepompen toegepast wordt. Juist, okido, super. En even nog dat Legionella vrij en Legionella veilig. Wat zijn dat, die twee termen gebruikte jij? Wat bedoel je daarmee? Wat wij zien is natuurlijk prioritaire installaties, ziekenhuizen waar mensen een heel lage weerstand hebben, is natuurlijk de kans op besmetting natuurlijk veel groter dan wanneer je gezond iemand bent in een huishoudelijke installatie. Normaal gesproken word jij thuis niet heel snel ziek van een legionella besmetting. Dus in een woonhuis moet het legionella veilig zijn. Hè? Dus het moet wel beheerst zijn. Maar in een prioritaire instelling als een ziekenhuis of een zorgcentrum, waar mensen met verminderde weerstand heel veel bij elkaar zitten, daar mag je wel een stapje verder gaan in je legionella preventie. Okido. Ja, super. Ja. Dankjewel. Eens even kijken. Aran, hoe heb jij deze eerste twee
Heel interessant. Ik denk sowieso mooi, ik vond in de eerste presentatie heel mooi om te zien dat, dat watertechnologie wordt toegepast. Of dat er innovatieve technieken worden toegepast om efficiënter legionellenpreventie toe te passen. Ik had eigenlijk nog wel een vraag die bij mij meteen naar boven kwam. Hoeveel zou het de verwarmingsindustrie opleveren op het moment dat die temperatuur omlaag zou kunnen? Dat vind ik een hele interessante vraag. Ja. Wat ik hoor dat er mogelijkheden zijn om te verhogen. Maar wat zou het opleveren in besparing op het moment dat we dat niet meer hoeven te doen? Oké. Nou, misschien kunnen we eens even kijken. Erwin, heb jij meegeluisterd? Heb jij daar een mening over? Kun je daar iets over zeggen? Ik heb daar uiteraard een mening over. Heb daar geen getallen voor op dit moment voor bij de hand. Op het moment als jij ligt eraan met de verschillende koude middelen, op het moment als je zegt van ik ga dat met warmtepompen doen, dan is koude middel daar erg van afhankelijk van de, wat je temperatuur is en wat je rendement dan is. Ik snap ik, hè? Want er zijn dan warmtepompen die kunnen ook een hogere temperatuur produceren als het kan. Maar stel nou dat je stel dat je de temperatuur wat omlaag zou brengen, hebben we het dan ergens over? Is dat dan, of zeg je van, nou ja, uiteindelijk is dat allemaal maar marginaal? Kan je daar iets over zeggen? Nee, dan heb je wel serieuze verschillen. Maar ik heb daar geen getallen voor op dit moment voor bij de hand om daar een eerlijk antwoord op te geven. Nee, dat is ook dat, prima. En dat, maar fijn, je bevestigt wel het vermoeden. We hebben het wel ergens over, zeg maar. Dat bevestig je wel. Okay. Dus even kijken of er nog andere vragen zo snel zijn binnengekomen. Ik kom even van Paul, maar dat komt ik zo misschien bij Frank wel even aan bod. Heb jij, Marieke, heb jij na deze eerste twee presentaties al... Nou, ik was ook... jij stelde eigenlijk mijn vraag van wat is het verschil, hè? Dus je had veilig en vrij. Mm-hmm. Die is net beantwoord. Maar ik denk ook van, kan je dat zo fine-tunen eigenlijk? Hè? Kan je het zo afstemmen dat je inderdaad die verschillen kan maken. Want dan lijkt het me ideaal. Want dan kan je inderdaad gewoon een onderscheid maken tussen wonen en nou, speciale faciliteiten. En, ja. Hè, dan kan je ook als politiek makkelijker, denk ik, beleid daarop maken. Je hebt beleid op individueel niveau is eigenlijk ondoenlijk. Althans, als je nationaal zit. Ja. Maar als je hem op verschillende groepen in kan stellen, ja, dan zou dat mogelijkheid zijn. Wij zijn ook met dit onderwerp al geruime tijd bezig. En een ding die wij juist herkennen is dat er steeds meer kwetsbare mensen ook thuis blijven wonen. Hè? Dus we willen dat mensen zo lang mogelijk thuis zitten. Dus er zitten relatief meer kwetsbaren thuis. En een ander ding, antwoord op jouw vraag, is dat wij zien, het wordt buiten warmer. De watertemperatuur wordt warmer, de oppervlaktewater wordt warmer. Dus het water wat de huizen binnengaat, wordt ook langzamerhand steeds warmer. Dus we zien in ieder geval, dat zijn twee dingen die de risico's doen toenemen. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zijn, dat het, als het lukt om het onderscheid goed te maken tussen kwetsbaren en niet kwetsbaren, ja, is dat natuurlijk alleen maar fijn. Want dat is ook wel in alle... We hebben een specifiek belang als technologische industrie. Maar aan de andere kant zijn we vooral techneuten van binnen. We zijn gewoon echt op zoek naar iets waar we als maatschappij het beste, het optimaal hebben. Ja. Dus waar we problemen oplossen die goed zijn, die werken, maar die tegelijkertijd betaalbaar zijn. En dat is ook de volgende onmogelijke opgave. Hè? Hoe gaan we nou de maatschappelijke kosten van dit hele systeem aan volksgezondheid, aan technologie die je moet installeren, aan energiebesparing, dat is ook onmogelijk. Dus we doen ons best. En aan jou, Aran. Eerst naar Frank. We gaan eerst naar Frank toe. KWR. Frank Oesterholt, zou jij je camera willen aanzetten en zou jij jouw visie, we gaan eigenlijk nu van de probleem-eigenaarkant, wat naar de oplossingskant, alhoewel de verwarmingsindustrie ook deel van de oplossing is. Maar Frank, zou jij eens willen weergeven? Jij werkt al als senior onderzoeker bij KWR, al jarenlang ook op dit onderwerp. Waar staan we nu en waar moet het allemaal heen? Kun jij ons helpen? Ja, graag Ignas, dankjewel. Zoals je al zei, ik ben senior onderzoeker bij KWR en ik ben eigenlijk al 20 jaar bezig met legionella preventie. En dan vooral vanuit het oogpunt van risicoanalyse en beheersplannen. KWR, voor Marieke wellicht, is het kennisinstituut voor de waterketen in Nederland. En de drinkwaterbedrijven in Nederland, dat zijn onze aandeelhouders. En het groot deel van ons onderzoek richt zich ook op die drinkwaterbedrijven. Laat ik om te beginnen even terugkomen op dat Berenschot KWR-rapport, wat net al even werd genoemd. Hè, met recht naar een doeltreffende legionella-preventie, was de titel. Ten eerste wil ik even memoreren dat onderzoek zich uitsluitend richt op leidingwaterinstallaties. En de legionella-problematiek is natuurlijk veel breder dan leidingwaterinstallaties. En in onze KWR-visie
vinden we eigenlijk dat bijvoorbeeld koeltorens als onderdeel van koelwatersystemen in Nederland onevenredig weinig aandacht krijgen. Tweede punt, het doel van dat rapport, wat vorig jaar ook naar de Tweede Kamer is gegaan, was om te inventariseren wat de wetenschap ons heeft geleerd als het gaat om legionella-preventie in leidingwaterinstallaties in de afgelopen 20 jaar. En daarmee kun je zeggen dat de vraagstelling wellicht wat eenzijdig was en vooral ook gericht was op volksgezondheidsaspecten. Maar goed, wat het rapport laat zien zijn wel wetenschappelijke feiten. En die 60 graden die blijkt gewoon in warm tapwatersysteem een hele belangrijke preventieve maatregel tegen groei van legionella-bacteriën. Tegelijkertijd zegt die wetenschap dat je ook heel voorzichtig moet zijn met wekelijkse thermische desinfectie. Hè? Dat hebben we hitteshock genoemd in het rapport. In situaties waarbij de warm tapwatertemperatuur onvoldoende hoog is. Hè? Dus die 60 graden bijvoorbeeld niet bereikt. Wij beseffen als KWR dat de conclusies in dit rapport, als je kijkt naar de energietransitie waar we nu aan de vooravond van staan, dat die best lastig kunnen zijn. En ook echt een uitdaging gaan vormen. Eigenlijk vinden we al veel langer dat die warm tapwaterbereiding in die energietransitie eigenlijk onderbelicht wordt. Hè? Daar hoor je eigenlijk maar heel weinig over, terwijl dat straks een belangrijke energieslurper gaat zijn in bijvoorbeeld woningen. En wat ons betreft, en dat is misschien de belangrijkste voorwaarde, is dat het een gezamenlijke uitdaging moet zijn voor onderzoeksinstellingen, voor technologieleveranciers, voor warmteleveranciers, voor installateurs, voor drinkwaterbedrijven ook, en voor legionella adviesbureaus om met elkaar te gaan zoeken naar slimme, innovatieve oplossingen om warmtapwaterconcepten te ontwikkelen die zowel duurzaam zijn, die betaalbaar zijn en legionella veilig zijn. En heel concreet heeft KWR al enige tijd geleden ook het initiatief genomen voor het opzetten van een onderzoeksproject met een vrij omvangrijk consortium wat zich eigenlijk daarop richt. En dat onderzoeksproject dat noemen we Vitruvius, veilig en innovatief warm tapwater voor utiliteitsbouw en lage temperatuur warmtesystemen. En dat projectidee dat hebben we inmiddels al ingediend in het kader van de MOI-regeling, mooie subsidieregeling. En we zijn eigenlijk nu bezig om daar een consortium omheen op te bouwen. Om inderdaad, hè, zoals ik al zei, gezamenlijk onderzoek te gaan doen. Om gezamenlijk ook te gaan zoeken naar goede, innovatieve oplossingen. En we hopen met dat project in 2023 ook aan de slag te kunnen gaan. Dus dan denk ik dat het ook naar de toekomst goed perspectief biedt, Ignas. Dat was het. Super, Frank, dankjewel. En ja, je vat het ontzettend mooi samen, vind ik. Ten eerste in reactie toch even op je wat je zegt, sluit ik helemaal bij aan. Hè, koeltorens, maar ook afvalwaterzuiveringsinstallaties, bepaalde zeker. Afvalwaterzuiveringsinstallaties. Eigenlijk zien we dat daar ook veel besmettingen van komen. Ook een lastig probleem. En ik ben het helemaal met je eens. Hè, dat zijn ook onderbelichte issues. Hè, dus daar sluit ik me helemaal bij aan. En dat is ook meteen, en ik vind dat je dat ook heel goed zegt. We hebben het in het KWR Berenschot-rapport, wat naar de Kamer is gegaan, hebben we het over de drinkwaterinstallaties. Hè, dus in hoe dat na de watermeter, hoe dat moet. En dan is de onderzoeksvraag ook nog eens eigenlijk vrij nauw gericht geweest op waterveiligheid. Hè, en waterveiligheid is nummer 1, 2 en 3. Maar goed, we zien dus ook vandaag dat energie een belangrijk onderwerp is. Dus in die zin denk ik dat je heel mooi de vraag van INW aan KWR Berenschot hebt geframed. En wij hebben al, nou goed, dat hebben we in eerdere gesprekken al gedaan, Frank, hebben wij onderschrijven. Ik ben eigenlijk ook pas door de korte kennismaking die we nu de afgelopen weken hebben, heb je me op het mooie, op jullie aanvraag gewezen. Nou, als en vaak, waar zijn we er meteen bovenop gesprongen? We vinden dit een fantastisch initiatief, hè? Dus wij doen mee, om het zo maar te zeggen. Nog zonder dat we het plan hebben gelezen. Kan je nagaan, Frank, maar dat gaan we dan de komende week doen. Maar wij vinden het net zo belangrijk als jij. Dus dank je wel. Alle vraag, ja? Ja, omdat wat ik interessant vond, werd genoemd, hè, van de onderzoeksvraag was heel beperkt. Beperkt in ieder geval van een bepaald punt.
Dan voel ik me af van, gebeurt dat vaker? Want politiek heeft blinde vlekken soms ook. En wat wij denk ik wel, als op het moment dat het rapport ligt en dat zegt, nou het moet zo, want dat is veiliger. Ja, vind dan nog maar een politicus die het aandurft om te zeggen, het moet toch anders. Ja, maar dat is natuurlijk een hele goede vraag. Kijk, dit is allemaal begonnen met de motie van Van der Lee in 2018 van GroenLinks. Daar is, nou als René, mijn influisteraar, als die het juist heeft, was bijna de hele Kamer voor die motie. Ja. En die riep op van, kan het niet lager? Kan die temperatuur niet lager? Dat was eigenlijk zeg maar zijn vraag. Nou, daar is, nou, er is van alles gebeurd, maar dat heeft uiteindelijk geleid tot deze wat enge vraag. Dus ja, inderdaad. En nu zijn we met een gedegen rapport, hè, wat door een een geaccepteerde naam in Nederland is geschreven. En die hebben beantwoord wat ze is gevraagd. Wat ook terecht is, zou ik ook doen als ik die vraag krijg. Dus het klopt precies wat jij zegt. Dit is een mooi voorbeeld daarvan, dat we met een goed initiatief beginnen en dat we nu eigenlijk op een punt staan dat er een rapport ligt wat zegt, gaat het water nou maar tot 60 graden warmer? Want dat is ook zo. Dat is ook de veiligste weg. Hè? Dus nou, het is een mooie spagaat. Dus ik denk dat inderdaad wel hier is gebeurd. Dus dat het goed is om daar scherp op te zijn. Dus dank je wel. Ja. Aran, nu is alles klaar voor het verlossende woord. Ik ben benieuwd of ik nog wat toe te voegen heb in dit verhaal. Allicht, maar nee, hier gaat het voor mij ook grotendeels om inderdaad. Met name dit onderwerp. We staan als branche, maar ook als land voor een grote uitdaging. En de energietransitie is belangrijker dan ooit op dit moment. Ik heb een voorbeeld gelezen recent van een voetbalvereniging waar niet meer gedoucht kon worden, omdat de energierekening, de gasrekening, gewoonweg te hoog was. Breiden van warm tapwater kost onvermijdelijk energie, maar dat kan efficiënter. Door goed beheer, gecombineerd met slimme en innovatieve watertechnologie, kan de verplichte 60 graden omlaag, volgens ons. Zo worden de zinloze warmteverliezen beperkt. Dat betekent dat het energie op het tappunt blijft gelijk. Er moet altijd evenveel energie gebruikt worden. Maar door die 60 graden te verlagen, wordt het warmteverlies wordt beperkter. Zo worden zinloze warmteverliezen dus minder. Vervolgens, volgens recente praktijkonderzoeken van Unica Energy Solutions, kan dit in een groot complex het gasverbruik met 30% terugdringen. In Duitsland wordt al sinds 2019 een grootschalig onderzoek gedaan om watertechnologie, in dit geval membraanfiltratie, toe te passen als een veilig alternatief om het verhitten van water uit te sparen en dat op een andere manier op te lossen. In juni 2018, dat werd net al gezegd, is er toenmalig Kamerlid van de Lee is een motie ingediend om verantwoord verlagen van de warmtapwatertemperatuur te onderzoeken. Er is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht verstrekt om het onderzoek naar de legionelle wetgeving. En op dit moment ontbrak het in de vraagstelling helaas uit een stukje visie naar de toekomst toe. Maar ook de toepassing van technologie is daarin niet meegenomen. En dat is in de opdracht inderdaad gewoon een gemiste kans geweest. Op dit moment, Frank haalde het net al aan, ik ken gelukkig het plan in grote lijnen wel. Nou, op dit moment wordt door KWR een onderzoekstraject ingestart om de mogelijkheden en de onmogelijkheden te onderzoeken. Nou, daar zijn wij als lidbedrijf sowieso al mee bezig. Maar ook Envaqua is natuurlijk daar als brancheorganisatie heel blij mee. In Nederland, even kijken, dan mogen we naar de volgende slide. In Nederland lopen we door onze grote ervaring met water en al meer dan 20 jaar legionella-preventie voorop in de watertechnologie. Met behulp van verschillende doorontwikkelde technieken zoals UV, maar ook ultrafiltratie, worden bijvoorbeeld bacteriën afgedood in water, maar kunnen ook bacteriën uit het water gefilterd worden, waar legionella met behulp van membraantechnologie. Maar ook technieken als anodische oxidatie, koperzilverionisatie en geavanceerde oxidatie zijn bestaande technieken waarmee lokaal met een nawerking bacteriedoding, desinfectie, maar ook preventief maatregelen genomen kunnen worden. Er zijn tal van slimme systemen en technieken om beheer en bewaking van waterkwaliteit, doorstroming en temperatuur te kunnen uitvoeren. Grotendeels technieken en systemen die al ruim 20 jaar worden toegepast en zijn bewezen. Deze zijn gecertificeerd en worden door gecertificeerde adviesbureaus bewaakt. Dit alles maakt dat wij in Nederland bij uitstek het land zouden moeten zijn om op dit gebied verantwoord te kunnen innoveren. Op een veilige manier de temperatuur laten zakken kan met goed beheerde leidingssystemen, maar daarbij is ook watertechnologie is onmisbaar. Uitgangspunt voor ons is, Ignas zei het net al, is dat volksgezondheid op 1, 2 en 3 staan. Maar hoe kan slim en efficiënt met water omgegaan worden zonder dat de volksgezondheid in het gedrang komt?
Dan heb ik mijn laatste slide en dat zijn eigenlijk een paar open vragen waar ik denk dat we mooi wat discussie nog over kunnen hebben met elkaar. Ja. Want die vragen zijn wat mij betreft, hoeveel minder gas gaan we verbruiken als we de watertemperatuur terugdringen naar 50, misschien wel 45 graden? Ik stelde hem net al een beetje. En hoe kunnen we processen vereenvoudigen waardoor nieuwe technologieën verantwoord uitgetest kunnen worden? Ook iets wat al eerder aan bod kwam. We willen natuurlijk niet een soort grote proeftuin creëren waarbij we niet weten of het veilig is. Maar we moeten wel stappen voorwaarts maken en innovatie kunnen gaan toepassen. En dan is de vraag, kunnen we met de huidige wetgeving en de op handen zijnde wijzigingen in die wetgeving veilig en duurzame, veilig ook duurzaamheid genereren? Super. Dat is nou ja, dat zijn hele goede vragen. Laten we die, we laten de slide gewoon even staan als leidraad voor discussie zo. Ik zie nog even de chat te kijken. Dus Rogier van de Brink van Holland Water. En jij geeft ook aan dat het KWR-Beerschot-rapport heeft verfijning nodig. En dat is eigenlijk precies ook, Paul van der Wielen, een van de auteurs die onderschrijft dat ook. Dat is precies waar we nu voor staan. Dus laten we proberen dit onderwerp waterveiligheid in het grotere plaatje te plaatsen. En dan met elkaar, politiek en wij erachteraan, de wetgeving creëren die nodig is om dat allemaal mogelijk te maken. Daar zijn we op uit. En ik vind het ook mooi, Aran, wat kan watertechnologie doen? En wij kunnen inderdaad aan de preventieve kant dingen doen. Door monitoring, door preventieve technologie. Ja. En we kunnen bestrijden. Hè, dus als ze er eenmaal in zitten, ze eruit halen. Ja. Dus op alle drie die borden, zeg maar, kunnen wij onze bijdrage leveren. Maar terecht, is wat al eerder is gezegd, er wordt bijna flauw van. Dat doen we met elkaar. Dat doen we met onderzoekers. Dat doen we met de verwarmingsindustrie. Dat doen we met de technologie, dat doen we met drinkwaterbedrijven, met gebouwbeheerders, adviesbureaus. Al die mensen, het wordt bijna een soort jongerendag. Laten we elkaar omarmen en dit samen gaan oppakken. Marieke, wil jij de komende minuutjes eens leiden? En je mag ook mensen in de call bevragen. Hè, als je, waar zit nu jouw, wil je eens hardop met ons denken? Ja, dat is zeker. Nou, ik sluit er aan op eigenlijk jouw jongerendag commentaar. Want ik denk dat daar eigenlijk de kern van de oplossing zit. Op het moment dat je allemaal met hetzelfde doel bezig bent, maar vanuit een ander perspectief, dan kom je meestal verder. En dat is fijner dan dat één iemand probeert het wiel uit te vinden en dan zegt, nou, dit is het wiel, politiek, neem het mee. Ja. En ik ben ook wel blij om te horen dat er dan nu die verfijning in het onderzoek, dat die er eigenlijk aan zit te komen. Ja. Ik denk dat dat dus, voor wat ik net eigenlijk al aangaf, van voor politiek, op het moment dat er een onderzoek op je tafel belandt en dat zegt, nou, je moet dit doen. Ik denk dat het ook wel gezond is dat politiek dan zegt, nou weet je, wetenschap zegt dit, dan gaan we daarin mee. Maar dan is het heel belangrijk dat je inderdaad van alle kanten zo'n onderzoek bekijkt. Mm-hmm. Dus daar ben ik, denk dat dat nu al heel goed is. En als ik het vanaf even van de regelkant bekijk, ook wel heel erg eens met, je moet niet nu achter een ouder onderzoek aan gaan rennen en de voorwaarden gaan aanpassen. Ik denk dat is een beetje de vloek van politiek ook. Je loopt vaak net een beetje achter de feiten aan. Maar ik krijg wel de indruk dat als we nu te veel gaan veranderen, dat je dan bepaalde innovaties stopt. Ja, en dat zou juist tegen willen gaan. Dus ik ben ook wel, en ik ben ook wel geïnteresseerd, Duitsland had ik zelf inderdaad ook gezien, van wat we daaruit kunnen leren als Nederland. Mm-hmm. Vooral ook omdat het land is volgens mij dan met een beetje dezelfde kwaliteitsstandaarden. Hè? Het is toch wel een ander verhaal dan misschien wanneer je naar Spanje of Portugal zou kijken. Ik ben van Volt, dus ik ben altijd heel erg enthousiast op het moment dat je zegt, nou samen en over de grens kijken. Ik denk dat dat ook wel de goede toekomst is. De goede manier om naar de toekomst te kijken. Super, nou ja, dank je. Mooie wrap-up. Zijn er nog mensen? Ik zal eens even in de chat kijken. Of daar Ignas. Ja. Ignas, mag ik misschien één correctie voor mevrouw Koekhoek? U gaf aan dat die verfijning, dat het goed is dat die nu gaat gebeuren. Ik denk dat dat nog niet het geval is. Ik denk dat KBR, Berenschot, verschillende partijen in de industrie en Aqua, dat die het erover eens zijn dat we naast volksgezondheid ook duurzaamheid en maatschappelijke kosten in oogenschouw moeten nemen als het gaat om onze legionella beheersing en de wetgeving daaromheen. Alleen, zoals gezegd, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder gevraagd, eigenlijk alleen maar om naar die legionella wetgeving te kijken vanuit een volksgezondheidsperspectief. En volgens mij, correct me if I'm wrong, Frank en Paul van KWR, jullie zouden volgens mij dat onderzoek inderdaad willen verfijnen en ook te kijken naar duurzaamheid en
maatschappelijke kosten. Maar dat eigenlijk die vraag uit het ministerie moet komen. Hè? Want KWR die heeft antwoord gegeven op de vraag. Maar die vraag was, nou, die vraag die moet nu breder. Maar eigenlijk moet het ministerie wel komen met dat verzoek tot verfijning. En mevrouw Koekoek, ik weet niet of u daar een rol in kan spelen om minister Harbers op te roepen om eigenlijk dat onderzoek te verbreden. En volgens mij dan KWR zou dat toejuichen en VACA zou dat toejuichen. Verschillende industriespelers zouden dat toejuichen. Alleen de vraag moet uiteindelijk vanuit het ministerie komen. Ja, dit is Rogier van den Brink van Holland Water, een van de Envaqua-lidbedrijven. Dankjewel, Rogier. En dan toch even Frank, wil jij reageren daarop? Ja, ik denk dat Rogier gelijk heeft. Dat die vraag vanuit het ministerie moet komen. Maar ja, ik denk dat het ministerie ook heel erg blij zal zijn met zeg maar private initiatieven. Zoals we die nu ook gestart zijn, zonder het ministerie. Maar uiteindelijk zullen we ze op een of andere manier wel moeten gaan meenemen in de hele discussie. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. We zullen wel onderdeel moeten gaan uitmaken van het consortium. En misschien niet zozeer als deelnemer, maar wel als partner. Ja. Nou, ik denk dat dat klopt ook. Hè, dat we zijn ook, jij Frank, de credits naar jou. Hè, je bent begonnen met het initiatief om dit onderzoek te gaan starten. Dit brede onderzoek. En maar collega, ik denk dat uiteindelijk komen de wetten uit de torens in Den Haag. Hè, en dan via de Tweede Kamer bij ons terecht. Hè, dus ik denk dat het heel goed is om het parallel te doen. En om ook de Haagse werkelijkheid enigszins in lijn te laten lopen met wat we in Nieuwegein en in de rest van Nederland aan het doen zijn. Dus dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dus even kijken of er nog andere zaken zijn. Jeetje, nou ja, ik mijn hersenen blokkeren. Ik denk dat het misschien goed is. Hebben jullie nog laatste dingen? Want, of nog iets te vragen of op te merken? Nou, misschien dit, want ja. Ik denk hè, wat hier ook een beetje speelt, is dat je dus verschillende beleidsonderwerpen aan elkaar koppelt. Ja. En dan ga ik niet de idealist uithangen en zeggen, nou, het komt allemaal weer goed. Maar ik merk wel dat steeds meer ook in het departement zelf en zeker ook in Kamerleden komt. Dus juist die oproep van maak hem maatschappelijk, ik denk dat dat heel goed is. We hebben natuurlijk niet voor niks nu ook iemand, een minister op klimaat. Ja. Dat geeft al aan hoe urgent ze dat die klimaatcrisis nemen. Zeker nu ook met de oorlog in Oekraïne snappen we ook dat energie ook meerdere kanten kent. Dus dit is ook wel het moment. Het momentum is er. Hè, om maar even positief af te sluiten. Om dit in te gaan zetten. En daar ga ik uiteraard ook in de Kamer mijn best voor doen. Ja. En ik denk, maar ik word juist ook heel optimistisch gestemd door eigenlijk de hele industrie die er ook achter staat. En zegt, ja, we gaan gewoon zelf even kijken. Omdat je vooral als het over techniek gaat, soms af en toe zelf een stap moet zetten om te laten zien, maar het kan wel. En dan volgt politiek, die volgt wel. Nou, en onbedoeld breng je wel een onderwerp naar voren wat wij moeilijk vinden, is dat het legionelle onderwerp zit bij INW en zit dus in het commissie, in de watercommissie, zeg maar 2 keer per jaar, tussen onderwerpen als droogte, overstromingen, enorme onderwerpen. Ja. Dus wij moeten met ons legionelle onderwerpje vaak knokken en energiebesparing ook, zeg maar. Hè? Dus het zou ook super zijn als je in het waterdebat of in de watercommissie ook dat legionelle energiebesparing toch een plekje kan geven. Dat helpt deze hele groep hier vanochtend om ook de prioriteit te kijken. Want ja, wij zitten ook, juist dat interdepartementale, dat is ook juist, vinden wij vaak moeilijk. Hè? Want waar moeten we nou heen met onze brief of met onze oproepen? Ik heb ook nog een mooi voorbeeld daar als aanvulling op. Ja. Dat wij bijvoorbeeld op het moment dat er is een mogelijkheid in wetgeving om bij het toepassen van een beheersmethode om de retourtemperatuur terug te draaien naar 50 graden. En dat kan gecontroleerd. Alleen het moeilijke daarin is dat dossier ligt dan bij het lokaal gezag. En dat betekent dat de gemeente, die moet daar een mening over vormen. En dat is eigenlijk een heel moeilijk proces. Want de gemeente vindt het heel moeilijk om te zeggen van, nou, is deze technologie of deze industrie, kan die iets leveren wat wij verantwoord als gelijkwaardig kunnen verklaren. En daarin merk je heel erg dat de gemeente vervolgens zegt, ja, weten we niet. We gaan naar het drinkwaterbedrijf toe. Die daar dan vervolgens van zegt, ja, het hoort ook niet helemaal bij ons. Ja. En dan kom je eigenlijk in een soort kastje naar de muur situatie terecht, waarin uiteindelijk
we als industrie ook niet kunnen laten zien dat het werkt. En dat maakt het als industrie soms heel moeilijk. Ja, je hebt er eentje nodig in die hele cirkel van belanghebbenden, inclusief politiek, hè, die eigenlijk een nek durft uit te steken, ja, en durft te zeggen, we gaan het gewoon proberen. Ja, ja. Ja, en dat is, ik herken dat, want bij verduurzaming speelt het eigenlijk altijd, want dat zegt, gaan van de ene productstandaard naar een andere. En in die sprong zit een heel groot risico, want misschien spring je de verkeerde kant op en gaat het mis. Ja. En dan zeg je, vroeger was het wel goed geregeld. Ja, 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 en dan met water, niemand wil het misdoen met water. Nee. Ook de industrie niet, dat snap ik heel goed. Nee. Maar ik denk dat deze, daarom noem ik ook het moment, vaak wat er gebeurt in een crisis, is dat je allemaal toch even om je heen moet kijken, het moet toch anders. En als het dan toch anders moet, dan ben ik wel geneigd te zeggen, laten we dan ook investeren in datgene wat we blijvend willen hebben. Ja, en we willen toch verduurzamen. Even los nog zelfs van de oorlog in Oekraïne, waarvan we hopen dat die toch echt stopt op een moment en goed stopt. We willen sowieso door naar iets wat duurzamer en groener is, minder energie kost. Als je nu als industrie het lawaai gaat maken, zeg maar, dan weet ik zeker dat je meer gehoord wordt. Nou, en ik heb het in ieder geval gehoord. Ja. Ja, mooi, fijn, heel fijn. Dat is super. Dank jullie wel. Dank je wel in bijzonder, Marieke, dat je hier naartoe wilde komen vanochtend. En dat je hebt willen luisteren en met ons hebt willen meedenken. Dus dank je. Dank aan de sprekers. Dank Karel voor jouw bijdrage. Dank Erwin voor de bijdrage van de verwarmingsindustrie. Dank je wel Frank voor de bijdrage van KWR. Aran namens de expertgroep Legionella van Envaqua. De opname zal terug te vinden zijn binnen een paar dagen op het YouTube-kanaal van Envaqua. We zullen hier allicht op de sociale media aandacht aan besteden. Dus als je LinkedIn volgt van Envaqua, dan komt hij ook vast langs. En dit is niet het laatste woord, want het laatste woord is aan Atta da Tolk. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en voor het deelnemen. En graag tot de volgende keer. Atta, de vloer is aan jou. Vandaag was in deze sessie water het onderwerp van het gesprek. In ieder geval is er aan spraakwater geen gebrek. Vanuit de studio in Amsterdam een zonnige groet. Mensen druppelden rustig binnen. Voor deze maandag voelt 10 uur misschien nog een beetje vroeg. Maar hier online zagen we mensen die ontzettend bevlogen zijn op energiebesparing, want straks zal het anders helemaal over zijn. Klimaatbesparing op zich zal al een relevante reden zijn, maar door de oorlog in Oekraïne kwam er een urgente reden bij. De redenen om legionella te voorkomen zijn er legio, maar hoe zal dat nou gaan in onze waterrijke regio? De verwarming van het water iets lager, is dat met risico? Hier bespreken de experts waarom, of is het beter zo? Spannende gesprekken, want onzekerheid moet eerst even uit de lucht. In een uur kwamen we terecht in een vogelvlucht. De bouwstenen waarmee we aan de slag moeten staan op spanningsvelden. De urgentie is te proeven. En wat betekenen onze duurzame maatregelen voor mensen aan de economische onderkant? Wij allemaal merken de prijsstijgingen. Zo ook Sportbedrijf Rotterdam. Zelfs bij de mensen die zwembaden faciliteren moet u zich niet vergissen. We doen er alles aan om water niet zomaar te verkwisten. In Rotterdam zijn er innovatieve oplossingen om water te besparen. We zwemmen niet in het geld, we zwemmen liever in zwembaden. We zien mogelijkheden er zelf iets in te kunnen betekenen. Een betere toekomst kunnen we alleen door onze inzet verzekeren. En het zekere voor het onzekere moet worden genomen. We moeten kijken naar de temperatuur van het water dat we laten stromen. Vanuit de industrie geven we een tussentijdse update, dat we de urgentie meer mogen pushen. Anders zal het straks een trend zijn dat je op de sportclub niet kunt douchen. Als we niet snel slimmer handelen, komen we straks echt water tekort. Straks horen we bij, ik heb dorst, gebruik je eigen speeksel maar, weet je wat water kost. Als we het hebben over veiligheid, moeten we prioriteren. Bij kwetsbare mensen moeten we ons specifiek op veilig water concentreren. Maar bij de gemiddelde persoon zal het niet zomaar deren. Is het überhaupt mogelijk het beter op maat te specificeren? Vandaag hoorden we daarom experts en geleerden over hoe we ons tegen uitdagingen kunnen weren. We hebben het vaak over energieslurpers op de snelweg, maar zelden over energieslurpers in onze woning. Als we ons ook daarop richten, dan krijgen we een driedubbele beloning. Sowieso is het ook cool om te horen dat we kijken naar koeltorens. En apart om te zien wat we nu eigenlijk voelen voor motie van de Lee. Want toen nog deed iedereen mee. En opeens strandde het en niemand wilde meer in zee.
Komt zinloos warmteverlies meer voor dan zinloos geweld? Ik ken de cijfers niet precies, maar als ik luister naar dit veld, moeten deze verhalen ook breder worden verteld. Nederland, straks kan niemand meer douchen na het spelen van een lievelingsspel. En sport wordt daardoor een actuele kapstok voor relevante onderwerpen. Wedstrijd gestaakt, het water was op. Scheids, mag ik alsjeblieft een rode kaart? Ik heb heel erg dorst. Zo ben ik de eerste die hangt aan de kraan. Deze sessie is cruciaal voor ons comfortabele bestaan. Marieke Koekoek gaf het belang aan van de wetenschap, maar multidimensionaal. Ze zegt, bekijk het ook van de regelkant. Moeten onze kinderen straks standaard op regenkamp Moeder Aarde bedanken met een enthousiaste regendans? Vanuit ons allen een oproep tot verfijning. Regels zijn nodig, maar update die beschrijving. Private initiatieven helpen ons van de oplossing te genieten. Eenmaal van de regen in de drup zullen we het overzicht verliezen. Als we samen elkaar verstevigen met het topic waarmee wordt geworsteld, dan scheelt dat een enorme slok op de borrel. Dit is waarom we samen op dit uur kwamen. Denk buiten de box als we echt willen verduurzamen. Waar rook is, is vuur. Waar druppels zijn, daar is water. We druppelen door om samen een waterval te maken.